Anoushka haalt zoals steeds haar lading bomen op in Duitsland. Vriend Nico zorgt op het bedrijf voor haar planning. En soms ook voor wat meer. Een boterbriefje erbij. Ik hou veel meer van jou. Punt en een kruisje. Een punt is einde discussie. Hij heeft vanmorgen gesmeerd voor mij. Ik was een beetje later opgestaan. En bij ons is het altijd een discussie. Nee, ik hou meer van jou. Nee, ik hou meer van jou. Dus nu houdt hij meer van mij. En ik heb niks meer te zeggen, want er staat een punt bij. Twee pubers. Hè? Mag ik eens iets vragen? Ja, Bertha. Zijn ikjes bezig? Of moet ik eerst naar voren? Ik moet hem eraf halen. Ik ga een beetje op en hand trekken. Dank je. Bedankt. Salutjes. Man, dat is wel mooi vandaag. Ik heb lang een dag zo verwend gehad dan. Dat is zot, hè? Oh, wij. Dat is een geel en gapen. Dat komt door die regen, hè? Anoushka rijdt voor de firma Jegers, net als ladydrukker Linda. Wat een collega. Nog een. Het is Jegers vertegenwoordiging op de E17. Maar we zijn met veel, hè. We zijn met over de 350 collega's. Tegenwoordig rijdt Linda voor de voedingssector. Maar in een niet zo ver verleden deed zij de job van Anoushka. Linda weet dus perfect hoe je bomen moet vervoeren. Ja, dat is zo, toch ook heel specifiek. Zo, ah ja, in het bos rijden. En, ja, ik heb er ooit in de sneeuw gezeten en in de modder gezeten. En dat, ja, dat is wel wat uitdagender. Als het goed weer is dat niks. Hè? Maar ja, ooit al was het wel wat iets gehad. Al, hè? Linda heeft een man en kind. En de lange ritten naar Duitsland waren moeilijk te combineren met een gezinsleven. Nu focust ze zich op het binnenland, maar af en toe maken haar collega's nog graag gebruik van haar bomenexpertise. Ah, crisis in Duitsland. Ja, collega? Ja, Linda. Ja. Ik raak niet meer achteruit. Hè. Zit er vast? Vast? Nee, ik heb gewoon geen grip met mijn banden. Als je ergens geen grip hebt, Corneel, dan moet je niet deur duwen, hè, want dat heb ik ook eens ooit gehad en dan rijden wij kapot vast. Hè. Ja. Een hele belevenis al, dat jonge bomen laaien, is kei fijn. Ja, maar nog niet, jongen. Hey. Ja, begint aan te lukken, ja. Moet je nou ook echt een vlieg willen zijn, jong? Oh, ja, het is gelukt. Oh. Ja, ik kan ook op de markt kunnen. Met fantasie nog iets. Ja, eet maar rustig. Ik heb juist patat gegeten, jongen. Ja, nee. Jij verandert nog eens in een patat gegeten. Het wordt dus voor Anoushka zaak om niet vast te rijden in de modder. Geen gemakkelijke opdracht. Goedemorgen. 1 kilometer en een half terugdraaien. Achteruit daar bij die huizen. Oké. Okay. Terugdraaien en dan kom je hier. Oké. Okay. Ja, is goed. Goedemorgen. Draaien bij die huizen. Het is ook niet altijd heel gemakkelijk om terug te draaien. Je moet plaats hebben. Hè. Het is 16 meter dat we bij hebben. It's a beautiful morning. Zeg jij alles mee? Ja. Ten huize Brenda is het een speciale dag. Zij en haar man Jordi hebben vandaag dezelfde opdracht en mogen samen de baan op. Als je elkaar niet veel ziet in de week, is dat wel een keer plezant. Wel een keer een ritje samen kunt doen. Oh, ik krijg het dan van op mijn neupen van samen te rijden. Ach, gaat het niet meer rijden, hè? Ja, dat is goed. Nee, het is een zoetje. We gaan hem erin vliegen, hè, want ja, dat we niet te laat komen. Hè. Ja, dat ze weet. Brenda runt samen met haar man een transportbedrijf. Hun gezinsleven met 3 kinderen vergt dan ook heel wat planning. De momenten dat ze samen kunnen rijden, worden dan ook enorm gekoesterd. Ik reed al met de vrachtwagen naar mijn man leren kennen. Dus heel grappig. Waar dat ik dus werkte, kwam hij lossen. Hij kwam binnen en ik stond op het bureau. En dan stond daar zo vol met chauffeurs die ook kwamen lossen daar. Maar ik reed in het begin in het magazijn. Dus met het heftrucje, ze hadden mij dat job gegeven. Zolang dat je geen rijbewijs hebt, kun je niet met een vrachtwagen rijden. Hè. Dus ja,
En ja, hij was dat gewend. Van dat er zo'n oudere meneer op dat heftruckje tafel, van achter de hoek kwam. Hey, ah, papieren chauffeur, hey, ik ga je lossen. En nu in één keer hoort hij zo dat heftruckje zo vroom, van achter de hoek komen. Oh, zegt hij, zit er nu een vrouw op. Ik kom bij hem, zegt hij, ah, had jij mij los? Zegt hij hem, ik zeg, is het niet goed misschien? En een trend was gezet. De vonk was er. En zo zijn we in contact gekomen met elkaar en ja, dan een keer afgesproken, een keer uit geweest samen, een keer iets gaan eten. Heel romantisch in het frituur. Saidia en haar blinkende vrachtwagen komen aan bij de boer. Hier zal ze haar eerste lading pootgoed ophalen. Wat? Oh, die kisten die hier staan, ben allemaal mee. Dat is hier terug. Het ras, de grote. En van welke oostjaar dat ze zijn. Die zijn van vorig jaar. Die moet er allemaal in. Dat is pootgoed, dat is anders dan de gewone aardappeling. De gewone aardappel is gewoon het ras en dat ligt in de schuur. Hier is dat allemaal in bak, dat komt allemaal uit de frigo. Dat die wordt dan teruggeplant. Volgend jaar eet je markiezen. Ja, dat is goed. Zo kunnen we altijd een stukje volgen van de lading. Eerst kijken als ze mooi in de min liggen. En dan een stukje zo laden. Moet ik graag nog een keer gaan kijken ook. Evelien is nog steeds niet de baan op. Ze heeft nog maar net de twee containers met afval kunnen ledigen. En nu moet ze twee lege exemplaren aanhaken om naar de klant te brengen. Om de een van de reden ben ik hier minder schichtig over, omdat het ook een veel kleiner containertje is. Ja, tegenover die van 40 van gisteren is deze inimini. Die kan misschien wel misgaan, maar dat is maar een klein containertje. Voorlopig heeft Evelien er nog vertrouwen in. De twee containers zijn dan ook een stuk kleiner dan die van gisteren. Nu moet ik gaan gokken, hè. Ik denk... Hier. Ja, dat is dat ik hem er niet te ver op afzet. Omdat er verschillende grootte van containers op kunnen. Maar nu moet ik een beetje gokken. Ik hoop dat het dit ongeveer is. En anders zal ik het zoiets wel voelen als het dan niet is. Fout gegokt. Moet nog eentje verder. Hoe komt dat? Die zit vast. Op die manier komen we er niet. Wel, dit is belachelijk. Klaar. Brenda en Jordi hebben meer geluk. Hun tanks worden immers door iemand anders op hun vrachtwagen geplaatst. Straks rijden ze naar de Gentse haven, waar de tanks zullen gevuld worden met een extreem brandbaar product. In plaats van het lachend kaksken, hebben wij het lachend tanksken. Hè. Nu hebben wij de tank overgezet en nu rijden we naar Cargill in Sas van Gent. Daar gaan we ADR laden, ethanol. Dus een ADR-belading, dat wil dus zeggen dat dat een gevarenstof is. Komt daar iets mee tegen, ik zeg maar iets, die vliegt in brand, dat is een bom. Hè. Dat is gewoon een bom die ontploft. Hè. Je kan zeggen, ja, de allereerste keer, ja, dat zat er wel met een bibber achter je stuur. Van, oh, nu zit je dat gewend, nu weet je gewoon van, ja, mag gewoon niks uitsteken, mag gewoon niks tegenkomen. Dat spookt er gewoon in je hoofd. En voor de rest rijden geen normaal gelijk of dat je anders rijdt. Hè, ja.